Ja! Woe! Ja! Hoi! Hoi! Alleen. Hallo! Wat leuk! Nou! Ja! Ja! Gezellig! Hoop ik! Afgelopen zondag hebben jullie kunnen genieten van die ongekende muzikale quiz die wij hier bij Omroep Lennart samen met Flat Rabbit hadden bedacht. En ik heb nu de grote eer om hier naast de zangeres... En ik naast de quizmaster. Oh, daar gaat mijn apparaatje. Ik ben heel bescheiden hoor. Ja. We hebben nu de eer om de 10 fragmenten die Flat Rabbit vorige week afgelopen zondag gespeeld heeft. We worden eindelijk verlost. We krijgen de antwoorden. Marleen, ja? Wil jij voor mij alsjeblieft de antwoorden gaan geven? Want ik hou het niet meer gewoon. Nou, dat wil ik. Wat was het eerste nummer dat jullie gespeeld hebben afgelopen zondag? Nou, dat deel wat Peter voor zijn rekening nam was Rocking in the Free World. Van onze allermachtigste vriend. Oh crap, ik ben het vergeten! Neil Young, dat is hem. Dat was hem. De straat is grijs. En de tekst was van? Binnen, zonder kloppen. Van de Dijk was dat. Juist, ja, juist. Mooie combi. Ja, absoluut. Dacht ik. Het tweede fragment. Poison. Alice Cooper. Dat was hem. Ga zitten, want ik wil eens met je praten. Zeker. En de tekst was van? Is dit alles? Is dit alles? Is dit alles? Van Doe Maar. Juist. Klasse. Ik vind het leuk dat ik zelf een keer een quizje mee mag. Ja, wou zeggen, hè? Ja, dat vind je mooi, hè? Ja, absoluut. Ga snel door. Nummer 3. Hungry Like the Wolf. Ja, daar zijn meerdere varianten van. Ja. Ja. Zeg het maar, welke zocht je? Duran Duran. Ah, Duran Duran. Dat is hem. Duran Duran. Ah, maar oui, madame. Ah, oui. What's a busy rob-robber? Mensen praten serieus, maar ze weten van geen hele malle moe. What's the bird? En de Nederlandse tekst. Ja, what's gebeurd? Van de jeugd van tegenwoordig, natuurlijk. Juist. Oké. Okay. Ja. Waar zijn we aanbeland? Nummer 4. Vertel. Californication. Red Hot Chili Peppers. Ruzie soms om niets, soms om van alles. The one and only. Ja. En mijn gedeelte was de kaptein, deel 2. Oh, cd van jou, cd van mij. Akda en de Munnik. Juist. Cool, gaan we door, de volgende. 5. Thunderstruck. Thunderstruck. Ah! Lekker. ACDC. Het dondert en het bliksemt en het regent meters bier. En de tekst? Ik moet even kijken. Kijk even. Het dondert en het bliksemt. En het regent meters bier. Het wordt pompen. Dus pompen of versuipen, dat is de enige manier. Guusje Meeuwis. Dat is hem. Nee. The one and only. Nog mee geknikkerd vroeger. Nummertje 6. Ja. Amerika. Rammstein. Ja. Leuk. Kon niet ontbreken, hè? Kon niet ontbreken. En wat Amerika betreft, dat land bestaat niet echt. En de België. Je had hem stiekem al een beetje verklapt. Ja. Beetje. Maar dat was heel toevallig, want ik wist nog niet eens waar de quiz over zou gaan. Dus dat is best wel bijzonder. Ja. Dus België van het goede doel was de tekst op de melodie van Amerika van Rammstein. Ja. Fantastisch. We gaan door, volgende. We gaan door. Ik kon eigenlijk ook niet ontbreken. Psycho. Muse. Ja. Muse. Kom je niet aan. Nee, echt niet. Nee. En in de straat weer klonk zijn kreet. En de tekst was van? Kom van het dak af. Peter en de Rockets. Peter Koelewijn. Ja. Cool. Kennen we die nog? Lang geleden. Hij zit toch vast nog ergens op een dak. Ja. Nou, nu helemaal. Nummer 8, mevrouw Wolderman. Hurt. Die kan zijn van Johnny Cash. Ik denk dat je die bedoelde. Ja. Het kan ook zijn het origineel van de Nine Inch Nails, van Trent Reznor. Maar ja, misschien als je het allebei hebt ingevuld, gewoon dubbele punten natuurlijk. Ja, toch? Vind ik wel. Zoveel vrienden ongekend. Zoveel vrienden ongekend. De tekst kwam van... Bloed, zweet en tranen. Bloed, zweet en tranen van Dreetje Hazes. Ja hoor, ja André hoor. Senior natuurlijk dan. Hè? Ja, bloed, ja, zweet en ja, ja, ja. Fantastisch. De volgende. Nou, Enter Sandman. Oh ja, Metallica. Gaaf.
Als de oorlog komt, als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Ja, die komt bij mij niet ontbreken. Nee, dat is heel positief. En daar krijg ik de rest van Flat Rabbit niet aan, dus dit was mijn kans. Dit was mijn kans. En daarbij deden we, mag ik dan bij jou? Oh ja. Dat is een van jouw favorieten. Van Claudia de Breij. Ja, als je ervan houdt, is het prachtig. Ja. Tuurlijk. Het laatste fragment van de afgelopen quiz van afgelopen zondag was... Ain't Talking About Love. Van Halen. Ja. Eddie, rest in peace. Ja. Ain't Talking About Love. Prachtig. Ik ben naar Mexico gekomen. Het land van liefde en van zon. En de tekst van? Mexico. Oh ja, dat was ook leuk. De zangeres zonder naam. Fantastisch. Die... Ja. Echt, fantastisch. Ik vond het geweldig. Hartelijk dank voor jullie originaliteit. Voor het feit dat jullie dit allemaal hebben willen voorbereiden. Tuurlijk, voor ons. Ik vond het fantastisch. En kijk, Omroep Lennart zou Omroep Lennart natuurlijk niet zijn als we jullie weer gaan overladen met geschenken. Want zo zijn wij hier bij Omroep Lennart. Heel bescheiden gebleven. Oh. En al onze geschenken staan natuurlijk in het kader van de schaamteloze zelfpromotie van onze omroepdirecteur Lennart Jan Geerts. Tada! Ik presenteer jullie met gepaste trots allebei de Lennart Jan Geerts mok.